Sinds 2016 verzorgt de Rhino Groep een applicatiecursus psychodiagnostiek voor psychotherapeuten. De cursus biedt inhoudelijke verdieping en sluit aan bij de toenemende belangstelling van psychotherapeuten voor diagnostiek. De psychotherapeut hield zich heel erg met puur behandeling bezig. Die was gewend zijn diagnostiek te doen vanuit zijn gesprekscontacten. En de moderne behandeling van psychische stoornissen die vraagt erom dat je veel meer voorafgaande aan behandeling goede psychodiagnostiek kunt doen. En dat je tijdens de behandeling ook af en toe van buiten wat informatie kunt halen die je behandeling verbetert. Doordat psychotherapeuten zich jarenlang in eerste instantie op het behandelen richten, is aandacht voor de meerwaarde van psychodiagnostiek nu hard nodig. Psychodiagnostiek heeft altijd in de psychotherapieopleiding gezeten, maar in de loop van de jaren was dat steeds meer een ondergeschoven kindje geworden in de opleiding en eigenlijk ook in de professionele opvatting van de psychotherapeuten. En dat betekende dat er eigenlijk geen duidelijk beeld was van wat weten psychotherapeuten nou van psychodiagnostiek en wat kunnen ze op dat gebied. Dat is lastig voor de buitenwacht, want die weten dan niet waar ze de psychotherapeut op kunnen aanspreken. En het bleek ook dat er heel veel psychotherapeuten wel zo fragmentarisch het een en ander wisten, maar niet op een samenvattende manier dat wisten. En dat is de reden waarom er echt een samenhangende cursus voor moest komen. Tijdens de applicatiecursus leren de deelnemers vooral om het huidige scala aan diagnostische instrumenten optimaal in te zetten. Allemaal met het oog op een passende behandeling. Het biedt ook een verdieping voor de psychotherapeut op zijn directe vakgebied. En dat is namelijk goede behandeling van ernstige problematiek, met name persoonlijkheidsproblematiek. Daar heb je zo af en toe nodig dat je stukjes psychodiagnostiek inpast in de beslissingen die je neemt over die lange behandeltrajecten. Het gaat altijd over langdurende behandeling. Het gaat altijd over complexe problematiek. En ja, psychodiagnostiek is in feite een informatiebron. Meer dan alleen het gesprekscontact wat je hebt, wat je kunt gebruiken om beslissingen te nemen. Dat psychotherapeuten zich goed profileren met hun competenties op het gebied van psychodiagnostiek is noodzakelijk voor hun positie. Zeker ten opzichte van hun collega GZ-psychologen en klinische psychologen. Die noodzaak dat is ook gegeven door het feit dat de klinisch psycholoog en de gezondheidszorgpsycholoog als beroepen naar de laatste 15 jaar naast gekomen zijn. En die hebben een stevig stuk psychodiagnostiek in hun opleiding. De bedoeling is niet dat de psychotherapeut dat volledig ook over gaat doen, want dan worden ze een GZ, een gezondheidszorgpsycholoog of een klinisch psycholoog. Nee, de bedoeling is dat ze wel meer dan genoeg weten om hun eigen werk, namelijk indicatiestelling voor psychotherapie en het uitvoeren van psychotherapie, om dat te kunnen doen.